looks like Zoe. Van Eyck. Aardig Martijntje heet het. Het is van Jacob van Eyck. Het is een Utrechtse dokterkind. Hij was blinde stadspeler die en hij speelde voor zijn plezier in het park populaire liedjes op zijn blokfluit. Dus wat u nu te horen krijgt, dat is eigenlijk een soort variaties op populaire liedjes uit die tijd. Dat zijn hele stoute liedjes ook. We gaan namelijk over courtisanes. Deze is stout, de rest is niet. Het gaat over een aantal courtisanes die allemaal ruzie hebben. De ene, Martijntje, is boos omdat haar kraaier is afgetikt van een ander. En iemand anders heeft nu ruzie met haar buur omdat ze zo'n lawaai maakt. En de ander kan maar geen kraaier krijgen, ook al draagt ze de mooiste kleren. En de tekst van het liedje zou ik net terugvinden in de bundel Amsterdamse Minnedichten. Dat is uit 1638. En na de blokfluitsolo krijgen we nog een Elisabethaans lied. Een van mijn favoriete liedjes, want het is heel dramatisch en vreselijk depressief. Echt, niemand kon depressie zo goed verwoorden als Elisabethaan. Het gaat over iemand die zit, neem ik aan, 's nachts te piekeren en het heet Go Nightly Cares. Dus hij bent zijn nachtelijke zorgen weg. Maar blijkbaar lukt het niet aan, want hij wordt aan het eind heel suicidaal en sluit hij dat het genoeg is geweest en dat hij de wereld vaarwel gaat zeggen. Dat doet hij ook. Maar dan komt er nog een couplet. Het gaat wel lekker. En ja, volgens mij is het eerste couplet vooral een soort van boos, omdat de wereld zo oneerlijk is. En het tweede couplet is wat zachtaardiger, want dan stelt hij zich alvast voor hoe fijn het zal zijn om in de hemel te zijn en geen zorgen meer te hebben. Geniet. En daarna, dus u heeft geen programma, zal ik ook even kort zeggen wat we daarna spelen. Een pavane. En daarna een gamba duo. I as well as thou. En aan het eind voor de pauze zingen we nog een lied. Say love. Van Daniel.